Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe kledingketting tas. De kledingruilketting in Veenendaal waar ik af en toe één keer in dezelfde tijd een tas van krijg. En ik laat hem in de meeste gevallen aan jullie zien. Ik kreeg een verzoekje en ik vond het eigenlijk wel een heel leuk verzoekje. Iemand zei, kun je een keer alles in jouw maat aantrekken zodat je ook de dingen aantrekt waar je in eerste instantie van denkt, hey, dit is niet helemaal mijn ding of mijn stijl. Maar misschien als je het aan hebt, staat het wel heel leuk. En kom je een beetje buiten je comfortzone. Dacht ik, wat een leuk idee. Dus, ik weet nog niet wat erin zit. Hij zit wel goed vol. Laten we gewoon gaan beginnen. Oh, ik wou zeggen, dit... Oh, dit ziet eruit als een sjaal. Nou ja, dat kan ik natuurlijk passen, want dat pas ik. Maar, wat zijn dit ook voor een soort van... Ik weet het niet. Nee. Dit wordt hem niet voor mij. Even ruimte maken hoor, dat ik alles kwijt kan. Misschien moet ik het even neerzetten. Volgende is een maat 38. Dus die pas ik. En het is een spijkerjasje. Denk getailleerd, want aan de achterkant zit een soort van naad. Ja, ik ga hem passen jongens. Ik ga eerlijk zeggen, dit is er dus eentje die ik normaal niet zou passen. Omdat ik eigenlijk helemaal geen spijkerjasjes draag. Dus dit is wel inderdaad leuk om te doen. Spijkerjasje. Ik moet zeggen dat ik niet zo'n fan ben van de kleur. Er zit een soort van groene waas overheen. Maar ik ben ook niet zo'n fan van de fit. Als ik een spijkerjasje zou dragen, zou ik toch voor meer baggy oversized gaan. Ik weet dat sommigen vinden het vreselijk al die oversized kleding. Maar ik vind het heel leuk. Nee. Nee, word ik niet blij van. Oh, hij ruikt ook echt niet lekker. Ik wil hem eigenlijk heel graag weer uit. Wat hebben we hier? Het is een jurk. Een paarse jurk. Maat S. Ik denk dat ik er wel in pas. Dus ik ga hem voor jullie aantrekken. Driekwartsmouwen ben ik niet zo'n fan van. Op zich wel een mooie kleur. In eerste plaats, ik vind de kleur heel leuk. Maar verder is het echt... Ja, doet het niks. Het is een soort van chill truijurkachtig. Alleen ja, ik stoor me dan aan die mouwen. Nee, ik ga dit niet pakken. Dus ja, dan heb ik liever dat iemand anders het pakt die daar wel plezier van heeft. Ik laat mijn mouwen maar even omhoog, denk ik. Want dat de hele tijd, dat werkt niet. Afshoulder is leuk, maar niet voor dit. Een jasje. Maat 3. Het is een soort van, heet dat velvet? Weet ik even niet. Misschien, zo heet het bij een bank. Maar heet het bij een... Ja, ik vind het wel een vibe. Het ruikt wel allemaal heel erg naar kringloopwinkel, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik zou toch eigenlijk altijd alles eerst wassen. Nou, ik ga hem wel aantrekken, want ik vind hem wel leuk. En ik denk dat ik hem pas. Ja, wat ik hier leuk aan vind, is dat het gewoon totaal anders is. Maar hij is te klein. Mijn schouders zitten er helemaal niet lekker in. En hier zie je ook dat hij... Hij zou nauwelijks dicht kunnen, zeg maar. Maar ik vind wel de kleur en de stof echt... Ja, leuk. Maar dit is niet voor mij weggelegd. Dan hebben we hier een leren rok. Best wel een lange midi rok, denk ik. Het is een maat M. Nou, je weet wat dat betekent, jongens. We gaan hem aantrekken. Ik kan eerlijk zeggen... Het is wel wat. Maar het is te groot. Kijk. Het blijft helemaal openstaan aan de achterkant. En niet een beetje, maar echt heel erg. En als ik hem naar beneden trek. Dat zou wel kunnen. Oh ja, dat zou kunnen. Ja. Even kijken. Ja, ga ik dit dragen? Ik vind wel dat het me goed staat. Maar ik zie het mezelf niet dragen. En ik heb het idee dat hij wel high-waisted hoort, zeg maar. Dat dit niet de hoogte is waarop hij hoort. En dat hij daardoor een beetje... Want nu gaat hij over de knie en anders is hij op de knie. Ik vind dit, zeg maar, een leukere hoogte. Ook voor de lengte. Nou ja, dan kan het dus niet. Maar ik denk ook niet dat ik hem zou dragen. Al vind ik het wel... Ja, dit is weer een beetje een soort van... Donna van, hoe heet dat? Suits. Weet je, die vibe krijg ik ervan. Advocatenkantoor.
Ja, nee. Het is niet voor mij weggelegd. Oh, er zitten allemaal schattige hemdjes in. Object. Maat S. Oh. Is het een nachtjapon? Wat is het? Wat verwachten we hiervan? Is die kapot of is die gewoon... Nee, hij is wel een beetje aan het rafelen. Kijken of ik dit ook nog naar beneden kan doen. Want ze zitten nu heel erg ongelijk. Dat kan wel gewoon. Ja, de naad laat een beetje los. Kijk. En ze vragen je wel altijd om goed naar de kwaliteit van de spullen te kijken. Maar ik denk dat dit een kwestie is van het naadje afknippen en dan ben je er. Ja, het is een S. Ik ga hem proberen. Want, oh, hij zat wel hoog. Ook die ander. Nou ja, in ieder geval. Ik ben heel benieuwd. Het is wel iets waarvan ik... Is het... Het schijnt volgens mij ook mega door. Ik denk niet dat het echt een jurkje is. Maar we shall see. Ik denk dat dit een onderjurk is. En hij zit wel super mooi omsluitend. Maar je ziet wel... Ik heb wit ondergoed aan. Nou, dat zie je er gewoon doorheen. Het zit een beetje opgerold van het jurkje. Je ziet ook mijn tepels er gewoon echt doorheen. Maar het is wel een mooi onderjurkje. Dat wel. Het is, ik denk, als nachtjapon ook echt wel comfortabel. Dat draag ik niet. Wanneer draag ik nou een onderjurk? Nooit. En een nachtjapon... Ja, het zit wel heel lekker. Zomers of zo. Nee, ja, ik weet het niet, jongens. Maar dat kanten randje, ik vind het wel heel cute. Maar ik zou niet weten wanneer ik het aan moet. Dan hebben we nog een shirtje. En dit is een M. Alles in mijn maat. Ik moet bijna alles aantrekken. Best wel schattig. Kijk, echt wel leuke details. Ja, wel een beetje kerstvibes. Maar dat komt misschien alleen door de glitter. Ja, ik vind dit wel cute. Kijk. Ik denk wel. Ik vind het nog steeds echt wel kerstvibes. Maar ik ga hem denk ik wel houden. Want ik vind hem wel heel mooi. Ik denk dat ik hem volgend jaar met kerst wel aandoe. Ook, ja, ik weet niet of je dat nu goed kan zien. Maar die extra lijnen. Ja. Ik vind dit wel leuk. Ik zie mezelf met kerst dat volgend jaar wel dragen. Deze ga ik wel houden. Hier hebben we een Divided maat 34 grijs vest. Ja, het is een heel basic vest. Ik ben geen 34, maar het ziet eruit alsof ik mezelf er wel in zou kunnen passen. Ik ga het niet doen, want ik heb al een basic grijs vest. Dus ja, dat heeft niet zoveel toegevoegde waarde, vind ik zelf. Dit vind ik heftig. Only. Maar ja, jongens, het is een maat S. Ik ga hem aandoen. Ik zou dit normaal nooit aandoen. Ik vind het een beetje kinderlijk. Kijk, aan de onderkant ook. Het is een A-lijntje. Dan moet ik zeggen dat model me wel altijd heel goed staat. Misschien trek je hem wel aan en vind je hem hartstikke leuk. Ik vind de kleur wel leuk. En hij heeft een soort van satijnen randje. Ja, ik weet het niet. Misschien trek ik hem aan en denk ik wel, pot, verdikke me. Nee, dit is niet anders nu ik hem aan heb. Ik voel me gewoon weer 10. Ik vind het wel schattig. Oh, hij zweeft ook. Maar ik... Niet voor een vrouw van bijna 32. Nee toch. Het is trouwens geen aanlijn, want hij zit veel hoger. En daardoor, hij zit bij mij ook op mijn boobs in plaats van eronder. Ik dacht dat hij hier zou zitten. Nee. Dan hebben we hier een rok. Ja, een rok. Ziet er voor mij te groot uit. Maar er staat niet echt een maat in. Ja, zal ik het proberen? Ah ja, joh. We zijn eens lekker bezig. Ik probeer het gewoon. Ik weet niet zo goed hoe dit bedoeld is, zeg maar. Want het is niet alsof hij te strak zit en daardoor opkruipt. Dit is gewoon wat hij doet met die zak. Nou ja, ik vind dit ook heel lelijk hoor. Maar ja, ik had het beloofd. Ik zou alles aantrekken. Maar ja, het lijkt alsof hij niet goed gestikt is.
En dat het daardoor niet recht gaat zitten. Zeg maar, als ik het zo strak trek. Ja, is het er nog niet. Maar is het al minder erg. Maar, nee, ja. Ik heb hier eigenlijk niks over te zeggen. Nee. Hier hebben we een skinny jeans. Grijs. Oh, ik zie nu al dat die veel te kort voor mij gaat zijn. En dat is een Zara 36. Kan ik vergeten. Bij Zara moet ik echt... Oh, er zit een gat ook op de knie. Wel eentje die hoort hoor. Maar ja, Zara moet ik echt maat 40 hebben. En ik denk zelfs in sommige gevallen 42. Want dat valt zo in die mini. Hier hebben we een... hoe noem je dat? Gillette-achtig. Best wel leuk. Oeh, deze ruikt heel erg naar rook. Bah. En hier staat geen maat op. Ik ga hem gewoon aantrekken. Gewoon omdat het kan. Ik weet dus gewoon nu al dat als ik hier iemand mee zie lopen op straat, dat ik het fantastisch vind. Maar ik... Ja... Ik weet het niet. Ik vind het bij mezelf gewoon niet leuk. Kijk, als we er nu even... Ik vind het zelfs bij deze outfit kunnen hoor. Maar misschien als we er een zwarte pantalon onder denken. Het is gewoon niet mij. Snap je? maar ik zie ook wel dat het me niet misstaat. Dat zie ik ook wel. Maar ik ben gewoon niet zo... Dit geeft me gelijk best wel een zakelijke vibe. En ik ben eigenlijk of girly of oversized. En zakelijk zit niet echt in mijn pakket. Terwijl ik ooit wel eens het verlangen heb gehad om echt een office babe te worden. Maar ja. Ja. Nee. Ja, ik ga hem toch weer terugstoppen in de tas. En dan hebben we een blouse. Ik ken deze. Heeft mijn moeder deze? Voor mijn gevoel heb ik deze eerder gezien. Hij kan natuurlijk ook al in de tas hebben gezeten. Maar ik heb het vermoeden dat mijn moeder zoiets heeft. Waarom staat nergens een maat in? Ja, dit is voor mij te groot. Dat kan ik eigenlijk wel zien. Wel een leuk zomers blouseje. Dus daar gaat iemand wel plezier van hebben. Dat vind ik een heftig printje. Wat is dit? Het is een shirtje. Het is zo anders. Het is een maat M, dus ik zal hem toch aan gaan trekken voor jullie. Zo'n andere stijl dan de voormalige zakken. Tassen die ik gehad heb. De 2-3 terug. Nou, het is, misschien staat het wel hartstikke leuk. Ja, ik vind dit niet vreselijk. Ik vind dit helemaal niet vreselijk. Ik vind het echt, de pasvorm is mooi. Ja, ik hou niet van driekwarts mouwen. Ik heb het constant. Maar, omdat hij mooi valt, kan ik mezelf daar best wel overheen zetten. Maar ik pak dit niet. Ik weet nu al dat ik dit niet pak. Kijk, dit ben ik. Ten voeten uit. Zeker zodra de zon een beetje begint te schijnen, is alles kleur, is alles fel. Ik heb wel zwart, maar dan is het zeg maar zwart fel. Dus dan zou ik hier een roze broek onder aan doen. En dat vind ik dan weer niet kunnen. Omdat er dus weer echt best wel een soort van... Nou, Desperate Housewife. Hoe heet dat ook alweer? De Gooise vrouwen. Die vibe zit er een beetje aan. Een beetje nep Gucci. En dat past gewoon niet bij me. Maar ja... Hij zit wel mooi, dat wel. Ik kan eerlijk zeggen dat er tot nu toe weinig dingen zijn die ik... Ik ben hier helemaal de weg van kwijt. Wat is dit? Wat is dit? Weinig dingen die ik uit mezelf aan had... Dit is... Ik krijg hier echt een beetje... burlesque vibes van. En de zijkant is ook helemaal open. Zie je dat? Ja, dit zal wel weer mijn maat zijn. En dan moet ik het nog voor jullie aantrekken ook. ja, maat L. Nou, dit is geen maat L. Ja, maar jongens. Ja, ik ga het aantrekken hoor. Want beloofd is beloofd. Maar dit... Ja, let's go. Nee, maar jongens. Wat ik allemaal voor jullie over heb. Ik kan het niet helemaal loslaten, want dan hebben we echt... nou ja, dan komen we mijn tepels ook even hooi zeggen. Nou ja, wat... Ik bedoel, je ziet... Ah, je ziet ook gewoon mijn ondergoed. Ja, heftig. Heftig. Wanneer trek je dit aan ook? Ja,
Ik weet niet wie dit bedacht heeft. je kan zo burlesque het podium op. Weet je wel? Ik bedoel, dan doe ik het nummer van Christina Aguilera wel. Maar dan trek ik het jurkje even niet aan. Hier hebben we een shirtje. Cute wel hoor. Wel een cutie patootie. En dit is een maat L. Ja, ik ben echt geen maat L meer. Qua shirtjes verzuip ik daarin. Dus ik ga hem niet aantrekken. Dit is ook weer een jurkje. Een basic zwarte. Waarvan ik even niet begrijp. Huh? Oh. Dit zit gewoon los, denk ik. Ik snap het even niet. Maar dit zal wel weer mijn maat zijn, want het ziet er wel zo uit. Dus we proberen hem gewoon aan. Ik weet niet precies hoe. Oké. Hij is super ontsluitend. Dit begrijp ik niet helemaal, zeg maar. Want het is ook niet strak genoeg. Misschien heb ik te weinig boezem. Dat als ik een cup D erin zou leggen, dat hij wel strak zou zitten. Moet hij over het hoofd? Nee, dat past niet. Dat past niet. Maar die zou je eventueel gewoon af kunnen knippen. En dan is het gewoon een zwart jurkje. Het is wel heel omsluitend hoor. Het is wel zeg maar, kijk, ik ben nu overal gesteld. Dus moet je nagaan, als je straks gegeten hebt, dan is het zo. Na het avondeten. Ik ga het niet dragen. Kijk, ik vind het nu een keer leuk, maar ik ga me hier niet comfortabel in voelen. Omdat het gewoon zo tekent. En als je er iets aan moet veranderen qua afknippen, moet je het eigenlijk ook niet doen, hè? Kijk, als ze strak hadden gezeten, dan had ik ze ook wel leuk gevonden. Maar ja, nu hangt het een beetje. Jammer. Hier hebben we een rok. Maar dit is te groot. Eerlijk gezegd vind ik dit ook echt een van de kledingstukken waarvan ik denk, nee dankje. Een broek. Het is een soort van cargo-achtige van Esprit. Maar deze is ook een maat te groot. Wel ook een beetje vertrapt al. De hele onderkant is vertrapt. Misschien dat ik die er wel uithaal. Dan hebben we hier een blauwe trui. Het label is eruit geknipt. Dus ik ga ervan uit dat ik er niet achter ga komen hoe groot die is. Dus we trekken hem gewoon aan. Deze trui past toevallig ook nog best wel bij de broek. Weer die driekwartsmouwen. Ik denk dat waar die tas vandaan komt is iemand die heel erg fan van driekwartsmouwen. Ja, niks mis mee. Maar ga ik het pakken? Nee, ik ga dit niet pakken. Dan hangt het in mijn kast voor het hangen. En dat doen we niet, hè? Dat doen we niet aan. Zo heb ik wel ineens heel veel om te passen. Dan hebben we hier nog een jeans van Claudia Strater. Dit is een skinny, maar deze is ook maat 42, dus die is voor mij te groot. En dan als laatste zit er een haarband in. Ja, pas ik graag passen, weet je, zo ben ik. En nog een broek. Jeans Intelligent Jack and Jones. Oh, dat is een mannenbroek dan, toch? Ja, Jack and Jones heeft geen vrouwenkleding. Is je per ongeluk in de verkeerde tas terechtgekomen, dus die hoef ik niet te passen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het echt leuk om een keer alles aan te trekken. En zo zie je maar weer. Soms moet je gewoon een keer iets proberen. Heel erg bedankt voor de tip. Vergeet je niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende video.